Dit is Game Center 1 minuut van de week van 25 mei. Dat is natuurlijk de week van FIFA 16. Vanaf het nieuwe deel kunnen we namelijk spelen met dames. Er worden van verschillende landen namelijk vrouwenteams toegevoegd. Nederland zit daar helaas niet bij. We're in the game. We zijn in spiel. Ook is het de week van Evolve. Er is namelijk een arena-modus toegevoegd aan de game. In het kort komt erop neer, je wordt gedropt, je kunt gelijk vechten en dat maakt het een stuk snellere modus dan we al gewend zijn. Slecht nieuws voor de Wii U-bezitters, want Project Cars gaat waarschijnlijk nooit naar dat platform verschijnen. Dat zou eerst wel het geval zijn. De ontwikkelaar krijgt het simpelweg niet voor elkaar. Tot slot klaagt Rockstar Games de BBC aan vanwege een GTA-documentaire. Is F1 2015 uitgesteld tot 10 juli. Er verschijnt een nieuwe Need for Speed, waarschijnlijk op 3 november. De winnaar van de Witcher Post van vorige week is nu de 007. En vanwege de fucking awesome MSI laptop die we deze week review geven, dit keer weg. Deze MSI DocTech. Tot volgende week.